We gaan vandaag natuurlijk niet zomaar eindigen, we gaan het bijzonder doen. En we hebben zelfs nog twee dingetjes om prima te zijn. En de ene is een muzikant. Een muzikant die de afgelopen periode, afgelopen jaren, zijn devotie in het Krishna-bewustzijn heeft gevonden. Dat heeft hem zoveel kracht gegeven, dat hij een bijzondere periode achter zich heeft kunnen laten. En vandaag hier gaat schitteren niet alleen, nee. Hij doet dat samen met een reeks leerlingen van Dansschool Ashokiran. En ik zou hier graag naar voren willen roepen, niemand minder dan Selman Mahab. Selman! Please come on stage. En tegelijkertijd zou ik ook de leerlingen willen roepen die Selman gaan begeleiden. Ik weet dat jullie volgens mij in het publiek zitten of zijn jullie al richting het podium gegaan? Nee, ze zijn er zo. Selman, kom even dichterbij met mij, Selman. Dames en heren, Selman Mahab. Sorry, Peter. Selman, ik ken jou als meedogenloze bassist. En dat komt omdat ik ook heel erg, ik ben erg oud, laat me zo zeggen, daarom weet ik dat. Maar jij hebt in de afgelopen periode de kracht in Krishna bewustzijn gevonden. En dat brengt jou nog verder. Jij brengt nu muziek op een andere manier. Zeg ik dat goed? Ja, je zegt het goed inderdaad. Ik heb een behoorlijke periode achter me gelaten. Ja. En daarbij is naast mijn familie, is natuurlijk Krishna Bhagwan, heel belangrijk voor mij geweest. En ik heb besloten om mijn carrière eigenlijk aan Krishna Bhagwan te geven. En in de zin van dat we gewoon met de tijd mee kunnen gaan. Met alle respect dat we hebben. En we hebben een hele waardevolle achtergrond en cultuur. Ja. Maar de tijden veranderen, de wereld verandert. En ik denk dat ik als muzikant verantwoordelijkheid heb genomen. Wow. Om onze cultuur ook mee te laten varen met de veranderingen die er zijn en komen. Wow. Naast onze bestaande. Wat we al doen eigenlijk. Ik vind het bijzonder dat je dit zegt en deze woorden ook gebruikt. Want ik voel jouw verantwoordelijkheid. Wij hebben iets om over te dragen. En dat jij dit op deze manier kan, ja, dat is gewoon bijzonder. Selman gaat iets zo meteen ten gehoor brengen, dames en heren. En dat gaat nieuw zijn voor u misschien. En voor sommigen misschien niet. Maar het is een manier om die nieuwe generatie te bereiken. En ik denk dat als dit soort podia er zijn, voor Selman, zijn muziek, zijn ideeën, dat echt, echt oprecht gaat slagen. Selman, ik wil jou namens Ashokiran danken. Ik weet dat het heel bijzonder is geweest het bijscharen van jou vandaag op dit podium is geweest. Want jij was eigenlijk gegaan naar Asia voor een gesprek en het eerste wat ze zei, je bent geprogrammeerd, je gaat iets doen. En dat was een bijzonder moment. En wij gaan het samen hier ervaren. Dus ik wil u allen een geweldig applaus vragen voor Selman samen met de leerling. Jij moet kijk eens wat gebracht. En terwijl Selman de laatste voorbereidingen gaat brengen, nogmaals, het gaat iets bijzonders zijn. En stel u zelf lekker open om het te ontvangen. Want wie weet dat dit op een dusdanige manier onze nieuwe generatie gaat bereiken. Dat wat hij zei, namelijk het overdragen, dat veroorzaakt. Ik heb het nog niet zelf gehoord. Ik ben enorm benieuwd naar hoe het gaat zijn. Zet hem op, Selman. The stage is yours. Geef hem nog een geweldig applaus. Thank you.
Ik ben één ding vergeten te zeggen, want in deze track hoorde je chorus. En het waren 7 kids van Dansko Ajakiren. Die hier gedanst hebben. Ja? Ze hebben dat omgekoord en we hebben dat opgenomen. En dat hebben we dat nu. Kijk, kijk. Super. Dankjewel.